graag in was. Maar ik heb het laat gedaan. Hoi mensen. Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is nu donderdagochtend. Het is net 7:30 geweest, dus mijn wekker is net gegaan, zoals jullie wel kunnen zien. Normaal train ik wel op de donderdagochtend, maar ik ga nu even voor een tijdje niet 4 keer de ochtend doen, maar 3 keer de ochtend. Omdat ik eigenlijk best wel moe ben. En dan kan ik donderdagochtend even een beetje uitslapen. Want ik kan een uur langer slapen. Dus dat is wel beter. En ik begin nu op de donderdagochtend. Ik ben bij mijn oma trouwens. Dus daarom kan ik ook langer blijven slapen. Ik begin met mijn spullen. Ik heb gisteravond mijn eten klaargemaakt. En dat ga ik dus nu uit de koelkast pakken. Ik heb hier mijn bidon. Daar zit een laagje limonade in. Ik heb yoghurt met muesli. Ik heb appel met kaneel. Ik heb 2 boterhammen die ik straks ga eten. Wat heb ik nog meer? Wat is dit? Ik heb een boterham voor school. Ik heb een wrap voor school. En dat was het eigenlijk wel. Want daarin zitten nog mijn crackers. En ja, yoghurt heb ik, check. Dus ik ga dit even in mijn koeltas stoppen. Om niet te vergeten om mijn eten heel de dag koud te houden, pak ik altijd een koelelement. Dus die gaan we ook nog even pakken. In de vriezer. Zo. Koelelement. Die stoppen we er ook in. Nou, dan is dat klaar. En dan ga ik nu me aankleden en mijn gezicht doen en mijn haar doen. Dus dan gaan we nu weer naar boven toe. Nou, ik heb dus nu even muziek aangezet. En ik heb deze zwarte trui aan. Is een heel lekker stofje. Ik moet alleen nog even kijken welke broek ik erop aan ga doen. Want ik heb een nieuwe broek. Een zwarte met een blauwe streep aan de zijkant. Maar ik heb ook een legerbroek. Alleen die is zeg maar voor wat warmer weer. Dus ik ga even kijken wat het weer wordt. Even kijken. Wel is man. Wat wordt het weer vandaag? Oké. Wow, het wordt 19 graden. Dus ik trek mijn andere broek aan. Dus die ga ik even pakken. Even hier. Kijk, dan doen we deze broek aan. Binnenste buiten, buitenste binnen. Trekken deze broek aan. Dus die ga ik nu even aantrekken. Kijk, dit is mijn outfit. Zwart truitje met legerbroek. En een riem om. Tadaa, mooi om te zien. Ik ga nu nog alleen nog even mijn pijpjes omrollen. Want daarom, kijk, het is best wel een korte broek. Dus daarom doe ik deze broek niet zomaar in de winter aan. Want dan is dat niet zo lekker. We rollen hem op. Tadaa, dan ga ik nu even het bed opmaken. Oh, ik zou gelijk de boel mee grapje. Het bed is nu opgemaakt. Ik ga dus nu door naar de badkamer. Wat neem ik? Neem mijn haarspullen, mijn gezichtsspullen, mijn mascara. Dat was het eigenlijk. Dus dat gaan we nu doen. Ik begin altijd met mijn gezicht schoon te maken met een gezichtsdoekje. Het is altijd heel lekker in de ochtend. Gewoon. Dan ga ik meestal mijn tanden poetsen. En pasta. Oh. Tandenborstel. Water.
voor. Hoe ga ik mijn haar vandaag? Nou, de tanden zijn gepoetst. Mooie schone tanden. Dan ga ik dit spul op mijn gezicht doen. Kijk. Het is een soort lotion. En dit helpt er tegen dat ik minder puistjes heb. Dus het is heel fijn. Echt gewoon. Ik heb nog steeds wel puistjes, maar. Zeg maar, in sommige perioden is mijn gezicht gewoon weer helemaal glad. Dus het is wel verschillend. Maar het is wel heel fijn spul. Je voelt je ook lekker fris hierdoor. Er zit een soort van alcohol in. Dat merk je wel. Maar. Dus het is eigenlijk een soort van gezichtsreiniger. En dit smeer ik gewoon overal op mijn gezicht. Nou, het spul is opgedraaid. Ik ga nu mijn foundation opdoen. Ik begin het bij mijn neus, want daar heb ik best wel veel rode plekjes. Kijk, het is een stuk beter nu. En dan gaan we naar dit gedeelte. Hier heb ik altijd best wel veel rode plekjes. Dus daar smeer ik ook wat. En dat verspreid ik zeg maar naar heel mijn voorhoofd. Want voor de onderkant gebruik ik nooit iets. Want daar is het bij mij altijd helemaal glad. Dus, dus ik smeer het gewoon een beetje uit naar overal. Maar. Ja. Gaan we naar de mascara. Ik heb een best wel dunne mascara. Ik heb uitgevonden dat ik dat heel prettig vind. Vooral voor de onderkant. Dus we gaan de mascara. Ja, dat gaat niet, hè. Ik zie niks dan. Nou, mijn mascara is klaar. Mijn foundation zit erop. Alles eigenlijk. Ik ga nu mijn ketting opdoen. En ik heb een ketting met de letter K. Deze vind ik echt leuk. Dus daarom draag ik hem ook best wel vaak. Even kijken. Heel schattig, lettertje K. En ik doe ook deze oorbellen in. Oor 1. Andere oorbel. Top. Ik ga nu alleen nog mijn haar doen. En mijn haar doe ik eigenlijk niet zoveel. Ik weet alleen dat ik vervelend haar heb. Even een kam. Ik denk dat ik gewoon een simpele knop maak. Dus niet te veel gedoe. Nou, mijn haar is uitgekamd. En ik pak nu een beetje gel. Ik heb alle gel in een potje gestopt. Dan pak ik een klein beetje. Dat doe ik dan vooral voor mijn onderkant. Dat ik niet al die rare plukjes heb. Mensen denken altijd dat ik heel weinig haar heb. Omdat het heel kort is. Maar ik heb echt super veel haar. Omdat het zo vol is. Ik heb even nu hier het elastiekje niet, dus die ga ik even pakken. Zo, elastiekje. En dan borstel ik het aan de achterkant vooral zo naar boven. De voorkant niet. Want dan gaat mijn haar gaat afbreken. En dat wil ik niet. Dan. Trek het strak. Dan een stukje eromheen. Ja, mijn elastiek is super groot. Dat hij helemaal uitgerekt is. Dus hij gaat er 3 keer omheen. Dus ik pak die plukjes er nog in. Oeh, ik heb echt een hoge knot vandaag, jongens. We gaan hem even wat lager maken. Het is best wel een heftige knot vandaag. Zo. Yo. Plukje vliegt eruit. Nou, mijn haar is ook alweer klaar. Ik doe er nog een speldje in. Dat het gel niet loslaat. Dat mijn haar niet gelijk rechtop staat. Nou, ik ben dus nu helemaal klaar. Ik ga nu naar beneden. Nou ja, eerst even niet allemaal opruimen. Dan ga ik naar beneden. En dan ga ik eten. Ik ga een tosti eten. Dat brood dat ik jullie net heb laten zien. Dat zit kaas en salami op. Dan ga ik in het tosti-ijs doen. Dan is het 7 over 8. Dus ik heb nog ruim een uur de tijd. Dat ik ga ook even scheikunde leren. Omdat ik straks een scheikundeproefwerk heb. Dus daar wil ik nog even op voorbereiden.
Mijn tosti zit nu in de tosti-ijzer. Even kijken of hij klaar is. Nee, nog niet. Hij moet even lekker knapperig worden. Dus, hoe lang moet hij er nog in? Denk ongeveer 2 minuutjes. En dan is hij klaar. Ik ga nu dus lekker tosti's eten. Ik heb 2 tosti's. En ik pak ook even alvast mijn scheikundeboek erbij. Dus mijn scheikundeboek. En ik heb het over vooral rekenen met chemische reacties. En reactievergelijkingen. En dat dus kloppend maken. Dus dat is best lastig. Maar ik heb goed voorbereid. Dus ik heb straks gelijk die toets. En ja, ik ga gewoon mijn best doen. En dan kijken we wel wat eruit komt. Zo, het is nu 9:15 en ik ga nu naar de auto toe lopen. Ik loop zo, want anders dan is het beeld een beetje zwart doordat de zon heel lekker schijnt. Het is best wel lekker weer al. En het is ongeveer 1/2 uurtje naar de turnhal toe rijden. Dus mijn oma die brengt mij naar de turnhal toe. En dan fiets ik naar school toe, zoals altijd, gewoon gewoonlijk. En dan heb ik mijn scheikundetoets. Na mijn scheikundetoets heb ik niks meer, omdat ik geen gym meer hoef te volgen. Dus dan ga ik huiswerk maken of ergens aan leren. Dus dan zie ik jullie straks op school weer. Ik sta nu bij de turnhal en het is 9:50. Ik ga nu alvast naar school fietsen, dus ik wacht niet op die meiden totdat zij klaar zijn met trainen. Want ik heb natuurlijk mijn toets en ik wil wel op tijd zijn. En nu ben ik wel ruim op tijd, dus kijk, hier staat de fiets. Ik ben dus net klaar met scheikunde en het was echt een hele moeilijke toets. Dus ik weet ook niet of ik het goed heb gemaakt. Maar ja, we kijken wel gewoon het resultaat. Ik heb mijn best gedaan, jongens. Dus hoe weten jullie dat? Het is net ook pauze geweest. Ik moet even stil zijn, want hij gaat de deur openen. En, nou ja, tot zo. Ik ga nu geschiedenis doen. Nou, ik was dus al een tijdje klaar met school en ik had nog even aan geschiedenis gewerkt en Alicia is nu onderhand ook al klaar met school. En we wachten nu nog even op Juliette en dan gaan we terug fietsen naar de turnhal. Hoe laat is het nu? Ik denk 2:15, dus Jules komt er straks ook wel aan. En het is een donderdag en dan hebben we belasting. Dus leuk. Nee, maar ik ga dus waarschijnlijk dubbelhurk op vloer doen en ik ga 7:30 even kijken of die in mijn proefoefening gaat doen. Wat gaat de Alicia doen? Jeker gaat ze heel goed pakken vandaag. Ik voel het. Oefening uiteraard. Ja, precies. Dus wij gaan dit goed doen. Yeah. Oké, dan zie ik jullie straks bij de turn alweer. Het is nu 2:15 en ik heb net een boterham gegeten en ik eet nu appel met kaneel. En dan... Alicia doet vervelend, want ze is aan het playbacken. Oh yeah. Playbacken. Ze is me gewoon, ja, ik weet niet. Playbacken, maar dan met praten. Ik heb iets nieuws uitgevonden. Maar ja, ik heb dus mijn pakje allemaal aan. Kijk, mooi pakje. Ik heb een zwart pakje aan met die blauw, met die groene streep hier. En met roze. Duidelijk. Ik weet nog niet of ik mijn haar ook opnieuw ga doen. En dan zie ik jullie straks na de training weer.
Welkom bij de vlog van Kaylee. We hebben vandaag een wedstrijdrondje gehad, want we hebben bijna een jacht. We hebben dus een wedstrijdrondje gehad en dat betekent dat je eerst moet groot inturnen. En daarna moet je een wedstrijdrondje doen. En dat is best wel stressvol. Het is dus bijna een jacht. Dat is op Hemelvaartsdag. Als je ons wil zien shinen. Volgens mij, misschien Sanna gaat daar ook aan meedoen. Er zijn best veel Sanna-fans, dus als je wil komen kijken bij het IAG, dan kan dat. Dan kan je ook Kaylee zien shinen, volgens mij. Moet Kaylee mee? Ja. Volgens mij wel. Okay. Kijk, 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 daar hebben we Sanna in levende wijze. Sanna! Ja. Lekker. Thank you.
Kom op. Ja, mijn dag. Nee. Ja, dankjewel. Ik ben net klaar met de training en de training ging eigenlijk niet zo goed. En ik ben nu onderweg naar mijn oma's huis toe, want op donderdag blijf ik altijd bij mijn oma slapen. Ik hoop dat jullie deze video wel leuk vinden. Het was voor mij een wat minder leuke dag. Maar dan zie ik jullie in de volgende video weer. We gaan nu namelijk voorbereiden voor de wedstrijden. En dus dat eigenlijk. Dus na het NK ga ik misschien weer een vrijdagvlog posten. En dan zie ik jullie in de volgende video. Tot op de wedstrijden. Doei!